Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. Zoals je ziet ben ik niet boven op zolder waar ik normaal altijd de reviews opneem. We zijn vandaag op locatie bij Brouwhuis aan de Werf, hier in Alphen aan de Rijn, waar ik zelf ook woon. Ik wist van het bestaan niet af, maar ze bestaan toch al een jaar, begreep ik. Ja, naast mij zit de eigenaar. Ja, ik ben Frank Wijnands, ik ben de brouwer van het Brouwhuis. Ik geef de brouwworkshops en de bierproeverijen voor groepen, die meestal niet te groot, tot maximaal 8 personen. Door op een inschrijving of als je een groepje van 4 aanmeldt, dan doe ik besloten voor minimaal 4 personen. Ja. En je kunt hier aan de slag met een recept onder begeleiding. En dan neem ik je door het hele brouwproces mee en je gaat alle stappen doe je zelf. En als het allemaal goed lukt, dan heb je na 4 weken per persoon een kratje bier. Kijk, ja. Dat is mooi. Ja. En mensen kunnen zich gewoon inschrijven via de website? Ja, ze kunnen kijken op de website wanneer de data op inschrijvingsdatum zijn. Als ze een groep willen, dan kunnen ze gewoon even via de mail reageren. Ja. En dan hebben we even contact en maken we een afspraak. Ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen van de website. Om, als je het leuk lijkt om hier een dag te komen brouwen, dan kan je even op de website kijken. We gaan een klein proeverijtje doen, heb ik het idee. Ja. Ik zie 3 bieren staan. En waar beginnen we mee? Laten we beginnen met Schouwers bier. Ja. Dat is een porto. Ja, precies. Ja, dus, leuke naam voor een porto. Ja, het is een Engelse porto. Dat betekent dat die licht is. Licht aan alcohol. Ja. Met mooie koffie- en chocoladetonen. Ja. Mooie kleur ook. Mooi zwart, mooie schuimvraag ook erop. Ja, inderdaad, koffie. Ja, wat ik zelf erg leuk vind aan het bier, is dat het redelijk laag alcohol heeft. Ja. En daardoor is die goed doordringbaar. Ja. En als je dan praat over de smaken die daarin zitten, ja, dan past dat heel mooi bij barbecue. Ja. En kijk, als je barbecue en je hebt een zware pot met een hoop zoetigheid, ja, dan heb je dan 1 biertje en dan zit je vol. En dit is goed doordringbaar. Ja, je kan er wel 2-3 van op. Ja. Mooi vol smaak ook voor zijn 4,5% wel. Ja, beetje romig. Ja. Erg lekker. Ja, mooi porter. Ja, dat heeft goed spoelen, want die smaak die hangt. Ja, die blijft goed hangen inderdaad. Dan gaan we naar een IPA. Ja. Ik zie Punk IPA erop staan. Is die gebaseerd op Punk IPA? Ja, is gebaseerd. Dit is een kloon van de Punk IPA. Ja, precies. Ja. Mooie oranje kleur. Leuke witte schuim, maar echt zeer compact zeg. Mooi. Ja, lekker fruitig ruikt die. Erg lekker ook weer, mooie bitterheid ook. Heerlijk. Ja, zoals jullie weten hou ik wel van de IPA. Ik heb de Punk IPA heel lang niet gehad, dus ik kan niet zeggen of die heel erg op de Punk IPA lijkt, maar ik vind hem echt heerlijk. Hij is lekker. Ja, mooi fruitig, vooral mandarijntjes proef ik.
Ja, dat is de Duitse hollandwalf. Ja, de Duitse hollandwalf inderdaad. Ja, lekker. De mandoline bewaren, ja. Ja, die komt wel mooi boven. Ja. Lekker. Ja. En dan als laatste, klap op de vuurpaal, hebben we een barley wine. Een Amerikaanse barley wine. Dus een barley wine met Amerikaanse hoppen. Ja. 8,2%. Kijk. Dus wel een wat zwaarder. Ja. En het bier is eigenlijk officieel vandaag pas klaar. Ja, precies. Dus het is een beetje jong bier. Ja. Op de maat die langer nog laat staan, wordt hij natuurlijk wat beter. Ja, hij kan wel wat volheid winnen, denk ik. Ja. Ja. Ziet er mooi uit. Dus, ja, heel donkerrood, hè? Ja, mooi kleurtje. Zijn ook van al die drie bieren zijn echt super mooi, moet ik zeggen. Ja. Ik heb wel eens bieren van dat dan de schuimkraag heel snel verdwijnt, want het zijn echt hele grote belletjes en dan is die zo opeens maar weg. Maar er blijft een mooi bestaan ook. Ja. Die IPA. Ja. Ziet er goed uit. Ja. Nou, een mooie barley wine, een IPA en een porter. En heb je nou zoiets, dat lijkt me wel wat om hier te komen gaan brouwen, dan moet je vooral even onderaan de video de site even gaan checken. Dan sta je misschien binnenkort hier wel je eigen biertje te brouwen. Je bent hartstikke welkom. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En mensen komen hier ook met de mensen die ik tot nu toe gehad heb, die hebben ook veel plezier. Dus. Ja. Ja, ik heb zelf ook één keer gebrouwen en het is echt een leuke gevulde dag. En het is heel erg leuk om te doen, dat is mijn ervaring in ieder geval. Zoals ik al zei, ik zal onderaan hier nog even een linkje plaatsen naar de website. Zit ook op Facebook en Instagram, daar kun je ook gaan volgen. En dit was het weer. Deze keer vanaf deze locatie. En ik ga zeggen proost en tot de volgende keer. Cheers! Cheers!